directeur Mann aan de brand. Ja. Wat is die klachten, Lidland? Rebellie. Is je naam? Jozef Johannes Fury. Ja, en... Commandant. Wat doen we? 36. Het is haar kaart. Maak licht je zakken. Moet wat? Maak hem los. Maak los. Wat is jouw naam? Johannes Petrus Fury. Is jullie familie? Broers. Ons is gister bij nooit gedacht gevangen. Hulle 10 van ons mannen doodgeskiet en 21 gewond. Jij was de kapitein in die Bulgarma geweest. Moet het je oorgeloof van Beierse mensen. Wie wat is dit, hè? Verraad voor je. Leidenant is alles dan kan nie maar gaan. Ons sal hulle toesluit. Prinsie, kom aan. Breng eens weer ons. Kan ons procureur zien? Wie ben? Meneer Fred Klein. Maar Royen schrijft het af als die hier van me wordt. Jopie, advocaat van Jes, Jopie Fury. Aangename kennis. Ik het gekomen zo gauw ik kon, meneer Fury. Ik zie naast niet eens een beet in die plek niet. Doe maar als ze het gauw recht maken. Heb je al iets uitgevind? Dat is haastig. Jij verhoor begin reeds morgenochtend. Vreemd, kan je niet zorgen dat hulle tenminste voor onze paar stoelen hier in draai? Ja, goed. Kan onze paar stoelen hier binnen draaien, alsjeblieft? Goed. Ik zie je gauw. Zeker. Het lijkt niet goed, nee. Ja, het Spits halen en juk om een voorbeeld van je rebellen te maken, is nu zijn kans. Je gaat ze meer verhoor worden door een veldkrijgshof. Een veldkrijgshof? Een Pretoria? Ik ga nou een bezwaar aantekenen. Ik zie je later zijn, maar dat is niet uit de zaken. Alleen de aanklacht die in jou en je broer geformuleerd. Jullie wordt aangeklaagd van gewapende opstand in zijn majesteit. En van verraad omdat jullie albei officieren van die verdedigingsmacht was. Gewapende opstand in zijn majesteit. Hij kan dan geen edeler klacht in een boer doen. En van verraad? Verraad tegen wie? Tegen mijn volk. Nee, verraad is het niet, meneer Van Jees. Die verraad moet hulle gaan soek bij Boda en Smits. Het is hulle wat ons gedwong het om vir die Engelse te veg. Hoekom? Wat het die Duitsers ons ooit gemaakt? Hulle is die regering, Jopie. Hulle was ons leiders toen ons die Engelse geveg het, ja. Toen ik hulle blindlings gevolg.
Ik heb het niet geloof. En nu? Is alles wat voor ons destijds gevecht het nu skielik verkeerd? Nee. Ik is nog diezelfde Jopie voor u. Ik geloof nog soos toe. Ik is nog steeds bereid om mijn leven te geven voor diezelfde idealen. Er komt een tijd dat elke mens moet meten aan zekere maatstaven. En als dat dan moet, dan moet je getrouw blijven aan jezelf en aan je volk. Dan moet je nu ook in jouw regering opstaan. Kijk hier op je, als die hofsitting morgen begin, dan gaan hulle jou vra om te pleit. Wat gaan jy sê? Onskuldig. Ook van opstand in sy majesteit. Luister hier op je, jy moet nou praktisch dink. Dis vir hulle volgens die wet makkelijk om te bewys dat jy technische rebel is. Jy het op hulle geskiet. Jou naam staan op die burgerwagse ledenlijst as 'n kaptein. Dis vir hulle net nodig om een paar getuies te roep en jy is verdoem. Wat maak jy dan hier? Die hof is een snaakse ding. Hy bestaan uit mense. As jy jou gaan verset, gaan hulle jou verdelg. Pleit liever skuldig, dan beveg ons die saak op versagtende omstandighede. Daar is groot sympathie vir jou by die volk. Die hof kan dit nie ignoreer nie. Jan Smuts ook nie. Opstand teen die Britse koning, ja. Maar verraad nooit. Jopie, ek wil dat jy met mooi lees naam wie van jy is. Hy is een man wat al baie saak aan sy leven gedoen het. Hy is jy nie verkeerd adviseer. Waar is Hannes? Kan hy nie ook hier wees nie? Hulle het nog nie besluit of hulle julle saam of apart gaan verhoor nie. Op die oomblik moet ons met julle afsonder praat. Ek moet skuldig pleit. Dis wat hulle wil hê. Dan kan ons volksaak plaas op die vlak van een kriminele uitbarsting. Nee. Dit gaan oor meer as net oor my. Dit gaan oor die beginsel van elke burger wat vandag in die veld is met een geweer. Ons is nou weer terug by die Engelse oorlog. Net hierdie keer. Hierdie keer is ons eie leiers teen ons. En van my en van ander verwag hulle dat ons ons rug moet keer op dit wat ons eie is. Nee, Jopie. Ja, ons allemaal. Ons het gedink toe die Unie in 1910 gekom het. Toe ons gedink, nou het ons vrijheid. Nou is het net een kwestie van tijd in ons republiek. Maar nou het ons uitgevind. Ons leiers het met die vijand geheul. Die parlement het gestem vir die invaliditeitswet. Wat sy straf kan ons gee? Die dood. As ek weer een keuze gehad het, God weet, ek sal nie anders kon nie. Laas maand op Ronnefontein het ek probeer om met die regeringstroepe te praat, maar hulle wou nie luister nie. Toe na die slag, toe ons gaan kyk het of ons hulle gewondes kan help, toe kom ek op die lijk af van Willie King. Hy was my vriend. Ek huil oor leiers wat kan toelaat dat broer teen broer en vriend teen vriend veg, wat Afrikaner bloed laat vergiet tot heil van Engeland. As dit God se wil is, dat ek sterf. Dit hoef nie so ver te gaan hier op. Weet soos jy en pa en ma waar ons is vrede. Ek het onmiddellik net gekom hier op, ek sal dan kennis stel.
Susie zal van mij wel komen kuier. Kan je het proberen, Riel? Natuurlijk. Fred, als het mogelijk is, niet hier niet. Ik wil niet mijn vrouw met mij hier zien. Natuurlijk. Wel het 46 van ons gevangen hier gehoor. Ja. Wordt er iets gedaan voor mijn man is een verdediging? Allemaal zal verdedigd worden, Joby. Maar hier wordt eerst verloren. Hier was die leier. Vrees, ik breng slechte nieuws op. Praat, Fred. Hij heeft voor Jobie en Hannes gevangen. Dat heb je nooit gedacht hoor. Maar er wordt een Pretoria aangehouden in die politiecellen. Dat gaan morgen al vroeger worden. Morgen al? Ik denk je moet liever binnenkant toe komen. Goed. Krijg dat jij die stories gehoord wat hier oor rondleg. Dat de Engelse deputatie naar generaal Smuts gekomen is met een lijst van rebellenleiders. Wat hij met laat doodschiet. Waarom dit? Esselin was nou die dag hier bij mij. Hij heeft mij gezegd. Ik weet niet hoe waar dit is, niet, maar hij zei dat Jobby zijn naam onder eerste acht is. Ach, ik denk eens onzin, man. Nee, wat Smuts zal nooit zoiets toelaten. Het zal de hele Afrikaner volk om opstand brengen, tegen. Jij kent nog even Jan Smits niet. Als hij iemand wil hebben om een voorbeeld van te maken, dan is Jobby voor die zijn man. Moet niet zo praten, nie, Jozef. Hij is niet volksleider, niet mijn vrouw. Smits zal het niet met Beiers of Brits of de wet wagen. Maar wie is Jobby? Een eenvoudige burger. Een commandantje. Wat heeft Jobby ooit voor hem gedaan? Hij wou nooit op zijn eigen mensen schiet, niet? Dat het om gegrief dat daar een broederoorlog onder zijn volk ontstaan het. Wat baat al zijn vaderlandsliefde om? Zijn gevoel voor zijn volk, wat baat het om? Zijn eigen volk wordt om dat daarvoor gaan kruisig. Moet niet bitter worden, nie, mijn kind. Jij zijn vrouwen, heet jou nodig. Fred, wanneer kan ik mijn zoon zien? Dat wil niemand toelaten om jou zijn. Ik is hier zomaar niemand, nee. Ik is zijn vader. Is het ook veroorlog? Jullie kan het bijwonen. Hoe laat begint dit? 10 uur, Jozef. Escort, breng hem in schuldigen. Meneer de voorzitter, die staat wil hê dat die beschuldigde samen met zijn broer Johannes Petrus voor u sal terechtstaan. Ons vraag die hof se verlof daartoe. Die hof het geen bezwaar, nie? Bring hem in. Eskom, bring die beschuldige. Ek verskyn namens die twee beskuldigdes, meneer die voorzitter. Die militaire code van die Unie van Suid-Afrika is uitgegee met 'n eiehandige voorwoord van generaal Smuts
as minister van verdediging. Dit blyk uit hierdie voorwoord dat selfs 'n gewone krygsraad geen jurisdiksie het om kommandant Fourie te verhoor nie. Nog minder 'n veldkrygsraad soos hierdie een. Maak u beswaar teen die bevoegdheid van hierdie hof, meneer Van Heers? Dit word in die wet baie duidelik gestel dat 'n veldkrygshof geen bevoegdheid in 'n stad kan hê nie. Boonop lê bepaling 106 van die hofreëls van krygsrade klem daarop dat 'n veldkrygsraad nie mag sitting hou nie tensy dit onmoontlik is om 'n gewone krygsraadsitting te hou. Daar moet ook 'n skriftelike verklaring in die verband wees. Daar is so 'n skriftelike verklaring meneer van Heers gedeken deur generaal Smit self. Daarin verklaar hy dat dit onmoontlik is om vir u voor 'n ander hof as 'n veldkrygsraad te verhoor. Meneer die voorsitter, die soos u sal verstaan het die verdediging 'n groot probleem. 'n Veldkrygsraad mag nie in 'n oop hof in die openbaar vonnis vel nie. En omdat 'n vonnis onmiddellik nadat die uitspraak gelewer is uitgevoer mag word, ontneem dit ons die moontlikheid van appel. Meneer die voorsitter, aangesien dit dus vir my onmoontlik is om teenwoordig te wees wanneer die vonnis gevel word, wil ek graag hê dat die hof daarvan moet kennis neem dat ek van plan is om te appeleer na die Hooggeregshof toe, indien die uitspraak van die veldkrygsraad ongunstig vir my kliënt is. Ek het aantekening gemaak van die voorneme meneer van Nees. Wat my betref is hierdie hof behoorlik saamgestel en bevoeg om die saak te verhoor. Gaan voort, luitenant. Die beskuldiges Josef Johannes Fourie en Johannes Petrus Fourie word aangekla dat hulle synde offisiere van die Unie Verdedigingsmag verraad gepleeg het deurdat hulle gedurende of omtrent die maande November Desember 1914 in die Transvaal en spesifiek op of omtrent die 16de Desember 1914 hulle in die distrik Pretoria versit het in sy majesteit se magte en dat hulle gevind en gevange geneem is saam met ander persone onderwyl hulle deelgeneem het aan 'n gewapende rebellie. Beskuldig nommer 1, wat pleit u? Onskuldig. Beskuldig nommer 2, wat pleit u? Skuldig. Meneer die voorsitter, ek vra verlof om my pleidooi te verander. Ek wil skuldig pleit dat ek aan 'n gewapende opstand teen sy majesteit se magte deelgeneem het. Maar ek is onskuldig aan hoogverraad. Niemand het u van hoogverraad aangekla nie. Die klag teen u is verraad. Meneer Van Heers, u is bewus daarvan dat u nou slegs versagtende omstandighede onder die aandag van die hof kan bring. Meneer die voorsitter, die verdediging sal later met die toestemming van die hof betoog dat Fourie tegnies nie op aktiewe diens was nie en dat daar dus nie sprake kan wees van gewapende opstand of verraad nie. U mag nou eerste getuie roep. Ek roep kaptein von Manen. Kaptein von Manen. Het jy enige bespaar het in die aflewe van die eed? Nee. Beskou jy die eed as bindend op jou gewete? Ja. Sweer jy dat die getuides wat jy nou gaan aflewe die waarheid is? Die hele waarheid en niks anders as die waarheid is? Verwyder jou pet, steek jou rechterhand in die lig en sê, so help my God. So help my God. Sit asseblief. Jy kan voortgaan, luitenant. Kaptein von Manen. U is stafofficier van die verdedigingsmag in Pretoria, is dit korrek? Dis korrek. Ken u die twee beskuldigdes? Ja, hulle is albei officiere van die 13de brede skutters wat wettiglik opgeroep is. En het hulle opleiding ondergaan as lede van die verdedigingsmag? Hulle het albei in September verlede jaar opleiding ondergaan. Hulle korps is op aktiewe diens geplaas in verband met die onlangse oproerigheid. Dankie, dis al kaptein. Kaptein van Manen, kan u sê wanneer die twee beskuldigdes uit hulle korps vermis is? Sover ek weet is die regiment opgeroep en die beskuldigdes was toe reeds afwesig. Dis al, dankie. Meneer Gryling, kan u aan die hof vertel wat op die aand van 1 November gebeur het?
Die betrokken nacht die twee beschuldigers en een klompje gewapende mannen die politiestatie omrang. Jobby Fourier heeft mij buiten toegeroepen. Ik heb het nog niet gezien, maar ik heb zijn stem herkend. Ja, en toe? Ik was een bevel van die statie. Fourier heeft mij beveel om oor te geven. Na verder het regiment heb ik oorgegeven. Ik is geboeid en onder arrest geplaatst. Jobby Fourier heeft die sleutels van die stallen gevraagd en twee paren opgecommandeerd. Hij heeft gezegd dat hij gaan die duivel uit boord als de regering uitskiet. Hij heeft ook gezegd dat hij gaan Pretoria bezet en die Transvaalse vlag is. Hoe kon hij zeker wees dat was voor u? Wel, hij heeft gezegd, ik is commandant voor u, een bevel van die rebellencommando. En wanneer heeft hij die twee beschuldigers weer gezien? Op 16 december op nooit gedacht, toen hij oorgegeet aan die regeringsmachten. Beschuldigde nummer 2, wat was zijn aandeel in die aanse stroop toch? Hulle die telefoondrade afgeknipt, zodat ek die Pretoria toe kon mel nie. Die twee pare, was het al wat hulle buitgemaak het? Nee. Hulle het ook 2 Lee Enfield gewere gevat, 76 patrone en 2 bajonette. Geen verdere vrae nie, meneer voorzitter. Meneer Van Heus? Geen vrae nie, meneer die voorzitter. Meneer Tromp, u boer naby Gemsbokfontein. Kan u aan die hof vertel wat maandag aan so wat 2 weke gelede gebeur het? Fourier het my gevangen geneem. Hoe het dit gebeur? Ek het na by Blisbokfontein in die rebelle se wagte vasgery. Maar ek was nie bekommerd gewees nie, want ek het gedink dis regeringstroepe. Wat het u so laat dink? Wel, hulle het verdedigingsmagte uniforms en jasse gedra. O, oh, hulle het verdedigingsmag uniforms en jasse gedra. Is dit reg? Ja. Ja, en toe? En toe is ek na Jopie Fourie toe geneem, waar hy my probeer ooreed het om by hulle aan te sluit. Ek het geweier. Geen verdere vraag nie, meneer voorzitter. Meneer Tromp, u sê Fouriese manne het verdedigingsmag uniforms aangehad. Het u opgemerk of daar kentekens of rangtekens op die uniforms was? Ja, ek het. Daar was nie. Meneer Tromp, u het tydens die Engelse oorlog geveg nie waar nie. Kan u my sê of dit toe die gewoonte was om buitgemaakte Britse uniforms te dra, nadat die kentekens verwyder is? Ja, natuurlijk. Geen verdere vraag nie, meneer die voorzitter. Luitenant Marlik, u is van die Lichtenburg komando nie waar nie. Dis reg. U was ook teenwoordig by die geveg op nooit gedacht. Kan jy aan jou vertel wat daar gebeur het? Wel, ons het die spoor van die rebelkommando gevolg tot omtrent 4:00 die middag van die 15e. Dit was dinsdag. Ons verkennis het kom sê dat die rebelle in die rivierbed in kamp gemaak het. Die volgende dag het ons aangeval. 10 van ons manskap is doodgeskiet en 21 is gewond. Het u beskuldigde nommer 1 tydens die geveg gesien? Ek het na die geveg gesien, nadat ons manskap hom gevangen geneem het. Het hy iets gesê? Ja, het met sy hand in die lucht uitgekom, sy geweer en bandelier aan ons oorgegee en gesê ek is commandant Fourie. Ons het hom en sy manskap die nacht in die huis aangehou en die volgende dag het ons hom en sy broer onder escort Pretoria toegebring. Geen verdere vraag nie, meneer die voorzitter. Geen vraag nie, meneer die voorzitter. Die hof sal vandag om aan sy ambtenare die geleentheid gee om die begrafnis by te woon van diegene wat woensdag op nooit gedag gesneuvel het. Die saak word morgenoggend om 10:00 voortgezet. Maar hulle kan my nie verbied om vir Jopie te sien, jy is my man. Susan, ons doen ons best, maar nie moet verloor nie asseblief. Die politie kan nie toestemming gee nie, die verdedigingsmag moet... Nou, hoekom wil hulle dan nie? Hulle gaan allemaal vanmiddag begrafnis toe, dit is so emotionele verhoor. Hoe denk jy objectief gaan hulle wees as hulle morgenoggend daar ingestap kom nadat hulle by die grafte gestaan het van 10 mense met huilende vrouens en kinders om die kus te hek nog nooit soiets beleef nie? Ons moet beswaar aanteken die verhoor. Ek het al en ons sal nog. En as niks anders help nie, dan gaan ons naar die hooggeregshof toe. Die blote feit dat hier die saak vir die publiek oopgegooi is. Dis nie hof van gerechtigheid nie, dis hof van wrak. Jan Smuts het dit self gewettig en is daarom wat alles so gauw gaan. Dis sy manier. Ek onthou in die Engelse oorlog, daar was een verraaier. Lambert Collijn was sy naam. Smuts was self voorzitter van die krijgsraad. Hy het hom te dood veroordeel. Collijn het op die vloer op sy knieën rondgekruip, gesmeek om genade.
Switz het sy koffie gedrink en hom geïgnoreer. Colleen is doodgeskiet omdat hy ontrouw was aan die volkszaak. Nou was Switz my twee seuns se lewe sê, omdat hulle getrouw geblei het. Moenie so praat nie, hulle leef nog. Moenie al onze hoop vernietig nie. Ma, pa, al wat julle nog hoor het is hulle kant van die saak. Meneer Van Hees moet nog Joopie en Hannes se saak stel. Hulle wil nie die waarheid hoor nie, my kind. Smits het vir lank al gesê wat sy vonnis hy wil hê. Ons sal nie ophou probeer nie. Al as jy hulle toelaat om Joopie hulle te sien, dis net 'n kwessie van deur al die kanale gaan. Wees net geduldig. Fred, is dit waar dat Niklas Pretorius in bevel was van die regeringsmagte wat my seuns gevange geneem het? Ek hoor so jou. Hulle eie neef, bloedfamilie. Hoe kon hy dit doen? Kom, my vrou, langer ek hierdie bly, bitter de worde smaak in my mond. Ek het verbod aan Smits geveg, en ek het nooit gedroom dat die dag sal aanbreek, dat ek dit sou beleef nie. Ons julle dan uitdruklik gevra om te sorg dat die man 'n bed hierin kry. Wel, ek het die sesant gevra, maar hy wil nie. O, hy wil nie. Fred, bly eens lank hier, ek kom nou. Kolonel. Kolonel, ek het hulp nodig. Die twee Fourie broers het nie eens 'n kombers in hulle selle nie. Daar's nie 'n matras of 'n stoel of niks daar. Die mense is nie diere nie. Fred, ek kan sien waar alles heen gaan. Maar jy hoef jou nie te ontstel nie. Al wat ek vra is net 'n kans om my eie saak te stel. Maar begryp jy dan nie, Jobie? Die hof gaan dit beskou as 'n politieke toespraak. Ek ken Verdrieter. Hy preser dat mense die hof omskep in 'n vroeg. Wat is dit nou? Jobie wil jou hof toespreek sommer om getuienis onder eed te gee. Jy besef natuurlik dit is jou finale pleidooi as jy dit doen. Daarna kry jy nie weer die geleentheid om jouself te verdedig of te verontskuldig nie. Wat ek gedoen het sal so hof nooit verstaan nie. Wat weet hulle van ons volk? Van ons liefde vir hierdie land? Hier is mense wat glo daar's net een manier om te lewe en dis onder die Britse vlag. Net een strewe. En dis om onder die gesag van die Britse koning te staan. Wat weet hulle van ons volk? Selfs Jan Smits het vergeet. Twaalf jaar na vereniging. En Botha. Skam hulle nie voor God nie, mense nie. Afrikaners, gebore Afrikaners. Die dag sal kom. Dat hulle beskroede gewetens hulle sal kwel tot in die graf. As Botha maar net geweet het wat hy wil gaan. Hy was my ideaal as Afrikaner. God vergewe hom. Hy het my so teleurgestel. Jobie, jy sê dit asof dit alles verby is. Daar kom 'n tyd dat die mens die noodlot soos 'n profesie voor jou sien lê. Ek het geen berou in my siel nie. Dit was my beskik. Het Gods wil geskied.
Toe loop nou. Word laat. Jullie. Meneer Van Ees? Zeg, eerste brief van dokter Van An. Hij wil hier graag spreken, als hij tijd heeft. Hij is bezig om petities op te stellen. Hij wil een deputatie naar Jan Smuts, dus niet bij, dank. Kom. Meneer de voorzitter, die verdediging gaan in hierdie saak net een getuie roep. Ek roep kaptein Moore. Kaptein Moore! Kaptein Moore, het u enige bespaar in die aflevering van die eet? Nee. Beskou jy die hede as bindend op jou gewete? Ja. Sweer jy dat die getuies wat jy nou gaan aflee die waarheid is, die hele waarheid en niks anders as die waarheid is nie? Verwyder jou pet, steek jou regterhand in die lig en sê, so help my God. So help my God. Sit asseblief. Kaptein Moret, u is die bevelvoerder van die 10de infanterie. Dis reg. Sou u sê dat die beskuldigdes in die tydperk in die klagstaat gemeld op aktiewe diens was? Ek dink in die geval van die vir u broers, daar geen presumptie kan bestaan van aktiewe diens nie. 'N persoon kan, volgens my interpretasie van die wet, slegs beskou word op aktiewe diens te wees, as hy daadwerklik by sy regiment teenwoordig is, as daar die regiment teen 'n vyand te velde trek. As daar twyfel is of die oproep om op aktiewe diens te gaan, die beskuldigdes bereik het. Sou u sê dat hulle beskou kan word tegnies as aktiewe lede van die Unieverdedigingsmag te wees? Watter punt probeer u maak, meneer Van Ees? Meneer die voorzitter, ek probeer aandui dat indien die beskuldigdes nie tegnies aktiewe lede van die verdedigingsmag is nie, hulle nie die soort verraad kon gepleeg het waaroor 'n veldkrygshof bevoegdheid kan hê nie. Meneer Van Ees, jy het alreeds van tevore die bevoegdheid van hierdie hof in twyfel getrek. Die hof het beslis dat hy wel die bevoegdheid het. Daar staan ook niks in die aanklag van op aktiewe dienste gewees het nie. Dit is onnodig om daardie redenasie verder te voer. Wil u enige verdere getuies roep? Meneer die voorzitter, met u toestemming wil beskuldigde nommer 1, Josef Fourie, graag 'n verklaring doen. Kaptein, jy is verskoon. Wil voor u onder eed getuig? Nee, meneer die voorzitter. Ga voort. Ek is 'n gebore Transvaaler. Gebore onder die Republikeinse vlag. In die laaste oorlog het ek 10 Engelse geveg totdat ek swaar gewond na hospitaal toe gebring is. Maar tog, na die oorlog het ek gehoop dat Engeland ons sou help om 'n voorspoedige Suid-Afrika op te bou. Ek kan nie sien hoekom ons regering oorlog moet verklaar teen Duitsland wat ons nog nooit enige leed aangedoen het nie. Ek kan nie insien waarom ons jong Afrikaners vir die eer van Engeland moet veg nie. Nie na alles wat Engeland aan ons gedoen het nie. En die ergste was die 30.000 vrouens en kinders wat deur Engeland vermoor is. Ek daag enige man hier uit om die vinger na my te wys en vir my te sê, jy is verkeerd. Op 10 Oktober het ek na die Opera gebou toe gegaan, waar ons verjaarsdag wou vier van ons geliefde president Kruger.
Maar in plaats van muziek en eer aan ons president, het daar vuil skelwoorde deur die saal weer klink. En terwijl die dominee bezig was om te bid, het die gespuis Roel Brittanje aangehef en die vrouwens op die verhoog met vrat eiers gegooi. Nou, als dit Britse gelijkheid is, dan wil ik niet daaronder leven nie. Dan is het voor mij een groter eer om hier te staan als gevangene dan als een officier in die Britse leer. Ik weet die regering beskou mij als een rebel. En ik weet dat hulle my teleurgesteld is. Maar ik is ook teleurgesteld in die regering wat ik op die been gehelp het. En waarvoor ik mijn eigen bloed verspil het. Wat ik gedoen het. Het ek met oop oë en uit vrye oortuiging gedoen. Wat my broer betref, my invloed het om beweeg om te doen wat hy gedoen het. Hy het opgetree en gehandel onder my instructies. Ek moet die hof vra om in aanmerking te neem dat hy my jongste broer is en in my geglo het. Ek is nie van plan om die hof om genade te vra nie. Die genade van my skepper, wat my gelei het, is vir my genoeg. Maar ek vra dat die manskappe wat onder my gedien het, genadiglik behandel word. My invloed oor hulle was sterk. Meneer die voorzitter, met respect. Die klag voor die hof is een van verraad, nie van hoogverraad nie. Verraad was een oortreding onder die oude artikels van die Transvaalse Republiek, maar die is herroep. Daar bestaan vandaag geen besondere statuut waaronder verraad in gevolge die militaire code een misdaad is nie. Gevolglik moet ons naar die gemene recht kyk om straf vir die vorm van oortreding te bepaal. Volgens die gemene reg is verraad baie selde een misdaad wat met die dood strafbaar is. Waar die hove hulle diskresie gebruik het, het hulle bitter selde die opperste straf opgelê. Ek wil met respect aan die hof stel dat hierdie saak nie een geval is waar die opperste straf van toepassing is nie. Ek wil vooral vir die jonger Fourie pleit. Aangesien hy deur bande van bloed, respect en liefde vir sy ouer broer opgetree het. Kommandant Fourie het die hof meegedeel dat hy sy dade as eerbaar beskou. Sy benadering is dat hy gemotiveer is deur die edelste oorwegings. Die edelste oorwegings waartoe 'n mens in staat is. Die hof weet dat het bloed natuurlijk is vir enige mens, enige oorwonne volk, ongeacht van hoe billik of genadiglik hy geregeer word, om sy eie trots te probeer herwin. As Engeland oorwin sou word, sou daar Britte wees wat in opstand kom, en wat die eerste geleentheid sal aangryp, om hulle nationale trots in ere te herstel. Ek pleit dat die hof die omstandighede van hierdie land in ag sal neem. Sy verlede, sy hede en sy toekoms. U weet dat die opperbevelvoerder, generaal Botha, 'n beroep op die volk gedoen het, om te vergewe en te vergeet. Die diskresie van hierdie hof lê aan die kant van vergewensgesindheid. En die wysheid van 'n beslissing ooreenkomstig die wense van die opperbevelvoerder kan nie betwyfel word nie. Generaal Botha se beroep kon nie gepubliseer gewees het bloot om die volk te beïnvloed nie, maar ook hierdie hof. Ek dank u.
Die beskuldigers het al twee skuldig gepleit. Oor hulle skuld, al dan nie, bestaan daar nie in die hof, dus geen twyfel. Wat die vonnis betref, volgens die kennisgewing waarmee die hof saamgeroep is, mag vonnis nie in die openbaar geveld word. Die beslissing sal so gauw as moontlik aan die minister van verdediging oorgedra word, waarna die gouverneur-generaal in die raad dit sal bekragtig of versag. Die hof sal vandag. Ja, ek het te veel verlof gekry. Sodra hy terug is in die sel, kan jy hom sien. Maar is net vir 10 minute hoor, niks meer nie. Ek kom as lankies op. Dankie, sergeant. Oom, Fred en ek moet nou ry. Dr. Malang, hulle wil ons sien voor hulle die petities na generaal Smuts te vat. Meneer Van Heers, wat denk jy? Wat is hulle kans? Oom, hulle gaan tronkstraf kry. Vir hoe lang weet ek nie, maar met die saak soos die. Maar oor een jaar of twee is die oorlog verby en dan is gemoedere weer rustiger. Dan sal hulle op parool vrygelaat word. Jy denk nie. Jy denk nie, dit sal die ergste wees nie. Oom Jan Smit sal het nie durf waag nie. Die hele volk sal in opstand kom. Buitendien is Dr. Malang hulle op pad om die petities na Doringkloof toe te neem. Dr. Malang is een gesiene man. Jan Smits kan hom nie ignoreer nie. Hannes, ek voel jammer vir jou. Dit is oor my dat jy hier is. Dit is niks, Boetie. Ek is trots op wat ons gedoen het. Ek hoop jou of sal jou genadig wees. Kom voor jy, is nou te laat vir Brun. Tot ziens, Hannes. Tot ziens, Boetie. Goedemiddag, dame. Goedemiddag, kan ik helpen? Doe me die bosman, dokter Malang. Goedemiddag. Ons komt net graag dringend voor generaal Smits spreek, alsjeblieft. Die generaal het in die veld gaan stap. Maar ze zeker niet net terug wees. Ik kan maar zo lang aankom. Dank u. Ach, ons sal sommer op die stoep blijven. Nou, maar goed. Ek sê vir hom sê, sy kom. Net 10 minute het jy sy sand gesê. Susie. Dag, pa. Was ek al nou 3 dae om by jou te kom? Hier is nie eerlik sitplek nie, is nie die matras. Dit maak die saak, jy, ons staan maar somme. Hoe gaan dit met jou, my seun? Goed, pa. Het jy daarom skoon klere om aan te trek, Josef? Hulle sal seker vir my bring, ma. Ons het so haastig gekom, nie een van ons het daaraan gedink nie. Susanne het daarom vir jou beskuit en 'n bietjie biltong ingepak, maar hulle het dit in die aanklagkantoor gevat. Miskien sal hulle toch vir jou bring. Dankie, ma. Jy moet moed hou, Josef. Ek sien bang nie, pa. Toe jy na my toe gekom het, om hy te sê, jy ga veld toe, het ek gehoop, jy sal liever uit die ding uitblij. Maar ek het jou nie probeer keer nie. As ek jou jare gehad het, dan weet ek waar ek sou wees. Niemand van ons het gedink het gaan op een skietery uitloop nie, pa. Josef, jy is my oudste seun. God weet, dit is verkeerd. Maar ek is liever vir jou as vir al my ander kinders. Voordat jy 'n klein seentjie was, het ek altyd gevrees, jy sal iets oorkom. En nou, alles sal regkom, pa. Jy moet klaarmaak.
Tot ziens, monsieur. Tot ziens, Paul. Hulle mee maak, Joopie. Ek is so verskrikkelijk bang. Jy moes nie so nie of gepraat het nie. Jy het hulle teen jou verhard. Dit is nie so erg wat het lyk nie. Dink jy Smit sal keer? Die generaal ken my, Susie. Hy het geen aksie teen my nie. Waarom sal hy hard wees? Ek is so verskriklik lief vir jou. As jy iets moet oorkom. Wanneer jy weg is, ek slaap nie meer nie. Jy is al wat ek het, Joopie. Ek weet. Ek is jammer, mevrou, vir jy kan nie meer langer bly nie. Mevrouw Smit is secretaris. Goeiemiddag, is de generaal thuis? Nee meneer, hy het in die veld gaan stap, hy is die kant toe. Hy moet dring Pretoria toe gaan, departement toe, sal hy lang wees? Ek weet regtig nie meneer, die ander mense op die stoep wag al 'n halfuur. Ek dink is dalk beter as hierdie motorkar vat nog sommer in die veld gaan soek. Ga, baie dankie. Die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlee in groen weivelde, na waters waar russes lei my heen. Hy verkoek my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my, U stok en U staf die vertroos my. Boet! Boetie! Ja? Kan jy my hoor? Ja. Maar nou gaan ons hoor. Ek weet nie. O, Heere, Joopie. Sien hulle skiet ons. Jy moet sterf wees, Hannes. Ek is bang. Ek is ook bang. Ek is so... Ek kan nie sit nie, ek... kan nie stilstaan. Kan nie dink nie. Wanneer kom ons mense? Dit is verby, Hannes.
Rebellie is voorbij. Hoe is dat alles nog voor dit nog? Wees installeer, je kan niet zo raas niet. Als jullie laat weten er aan zo. Gaan Leno proberen te slapen. Zou iets wat ik hier kan doen? Ik is honger. Gaan kijken of er iets is aan het hier brengt. Het is kloppers voor u. Dat is bij Afrikaners wat jullie saap bid. En dat we niet moeten verloren. Nie. Dank je, mijn vriend. Ik is jammer, dokter. Die generaal is te bezig. Hij kan je niet zien. Maar ons wacht al amper 2 uren. Ik is jammer, als niks wat ik daaraan kan doen. Hij wil ons niet zien. Is dit hoe kom? Ik kan niet namens die generaal praten, dokter. Waar is Louis Botha? Hoekom kon ons hom nie aan kry nie? Al wat ik weet is dat die eerste minister weg is vir die naweek. Niemand weet waar hij is. Kan ik jou geloven? Op mijn woord van eer, dokter. Ik sal nie vir jou liegen. En daar sit Smits met dit deur tussen hom en ons. Het is al verskil tussen het leven en die dood van een man wat vir hom geveg het. En hy weier om ons te sien. Kom, dominee, ons loop. Moet ik die hele hand hier wacht. Ik zal met hem praten als hij het komt. Dank je, Louis. Is die bevelvoerder van die polisiestasie? Ja. Hier is die vonnisse van die Voelie broers. Sal jy asseblief in kennis stel? Ja, Thank you.
Ek moet jou vonnis aan jou oordra. Mense vonnis om morgen oggend dagbreek voor een vuurpeloton te sterf. Jy mag vra my predikant te sien. Wie sê? Is ongelukkig nie stoel nie, Tony. Dit maak die saak nie, Joppie. Ek het harde straf verwag. Verbanning dalk. 20 of 25 jaar in die tronk. Maar nie dit nie. Ik sta nu al half uur lang voor die sterren aan kijk. S'nachts wil mij skielik met andere oor naar alles kijk. Zeker om je weet, je gaat het niet lang meer zien. Joppie, kom zit. Voel je? Die kok is te groot, denk ik, Tony. Ja. Je weet alles. Je kan het niet begrijpen, niet. Alles voelt zo ver verwijderd. Je staat bij de kant jezelf. Iemand moet voor Suzie gaan zeggen. Een paar malen. Gaan een groot skok wees. Wil jy ek met hulle gaan sê? As Dominee nie omgee nie, bly liever hier. Vandag gaan ek Dominee nog baie nodig kry. Ek sal vir Dominee Bosse vraag. Dominee. Dominee. Hannes. Dominee.
Sal dominee, asseblief vir die strand vraag of ek vir Jopie kan sien, asseblief dominee. Goed dan is. Dank u, dominee. Ik kan het niet geloven. Ik heb het vanmiddag bij de rookie gezien. Maar het is nog niet gebeurd. Alsjeblieft, Tony. Ik weet het niet een makkelijke ding wat ik van je vraag. Ik heb een boodschap gegeven. Ik zal later van allemaal schrijven. Vooral en niet. Vooral om die nacht samen met mij een gebed door te brengen. God is met. Baie dankie, generaal. Dankie, generaal. Goeienacht. Lekker slaap. Generaal Smit sê, ons kan morgen 9 die petities bring. Daar is oop. Wees trots daarop dat jy jou plig as Afrikaner gedien het. En as jy die dag uitkom, wees goed vir pa en ma, want hy word oud. Ek sal probeer, Poetie. Ek sal probeer, Joopie. Poetie, ek het jou lief, Poetie. Johannes, jy was so goed vir my. Wees goed vir Susie. Troos haar. Sy het al die liefde nodig wat sy kan kry. Ek is jammer, jy moet nou Potterstraat tronk toe gaan. Jy mag groet. Troos my gesin. Troos my volk. Dit is 'n bittere nag. Troos my liefde. Ik ga voor hem een diepe proef om wees hier. En mijn vrouw. Oh, ik is zo lief voor haar. U weet ook niet. Help haar. Maak haar sterk. Wees met mijn broer niet dronk, heren. Zwaar. Ik
Het is vooral bitter om mij te zien gaan. Oh, mijn voet. Tot ziens. Eén gaan. Goeienacht, Klopper. Mag die heren met jou gaan, Corrie. Presenteer Josef Johannes voor uw terechtstelling morgen. Julle kan daar binnen wacht tot die tijd aanbreek. Kan ik alsjeblieft schrijfpapier en een pen krijgen? Is alles daar binnen. Dank je. Ik is jammer over jou vonnis, Fourie. Als daar iets is wat je nodig hebt, moet je maar sê. Dank je. Ik stem niet samen met wat je gedoen hebt niet. Maar ek sien die ter dood veroordeeld is hier in kom bijna elke dag. Maak nie saak wat een man gedoen het nie, het bly een verskrikkelijke ding. Ek haat niemand nie. Ek het omtrent net soveel Afrikaanse as Engelse vrienden in Pretoria. Maar wat ek gedoen het, het ek gedoen vir my volkse regte. Wat beteken een man as hy niks vir sy volk kan doen nie? Ek het nie die straf verwag nie. Hulle kon genade betoon het. Genade? Ek denk daaraan toe om nie. Dis so ironies. Weet jy toe James in die Transvaal ingeval het? Was ek die seun wat met die wit vlag ingerij het met sy oorgawe? Dit was rebellie wat hy gepleeg het. Hy is gevang en vrygelaat. En wat was sy straf? Hy het 'n sir geword. Sir Star Jameson. Dis hoe die Engels hulle manne behandel. En ek? Ek moet sterf. Veroordeel deur my eie mense saam met wie ek 12 jaar gelede geveg het vir my volk se vryheid. Jy is langer as Jameson onthou word, Jopie. As daar niks is wat jy nodig het nie, dan laat ek julle hier. Getrouwe vriende, die tyd dat julle die brief lees, het jy op die verhuis na sy hemelse vader. Ek wacht op die laksmanne, maar nie te min het die Jesus gevind. Hy sal my leid die doodskade wee. Ach, broeders, vertrouw op die Heer. En hou die ideale en tradities van ons volk hoog. Sodat my bloed nie vergeefs verspil mag word nie. Rou nie oor my nie. Skryf op my grafsteen.
vir God. En vaderland. Lees vir my asseblief, Dominee. Verlos my, o God, want die waters het tot by my siel gekom. Ek sink in grondlose modder waar daar geen staanplek is nie. Ek het in waterdieptes gekom en die stroom loop oor my. Ek is moeg van my geroep, my keel brand, my oë is versmag terwyl ek wag op my God. Die wat my sonder oorsaak haat is meer as die hare van my hoof. Die wat klaar staan om my te vernietig, wat sonder grond my vyande is magtig. Maar ek, my gebed is tot u, o Here. In die tyd van genade, o God, verhoor my. Deur die grootheid van die goedertierenheid, deur die trou van u heil. Hoe laat is dit? 10 minute voor 1. Getroue Afrikaner vriende en vriendinne. Ek het veel om u allemaal voor te bedank. Die boom wat geplant is en met my bloed benat word, sal opgroei tot 'n groot boom wat heerlike vrugte sal voortbring. Ek is jonk. My lewe is soet. Maar ek dank God, hy het my van alles losgemaak. Ek het niks wat my hinder. Geen haat, geen liefde nie. God sal vir my geliefde sorg. Nou, nie seker swaar om hierdie nag so te sit. Dis die eer, Joopie. Jy is so seker van jouself, so sterk. Nee. Ek is 'n mens. Ek is bang. Ek hoop toch nie die hele saam in die gesig skiet nie. Hier is 'n groot Afrikaner hart. Groot genoeg om al hulle koels te ontvang. O God. Hy is magtig en sterk.
hulp en benauwdheid. En daarom vrees ik niet. Die Heere is mijn licht en mijn heil. Ik is zo jammer voor mijn familie. Dit moet voor een verschrikkelijke nacht wezen. Mijn lieve vrouwtje. Zij gaan zo eenzaam wezen. Mijn arme. Vader, mijn arme moeder. Hoe gaan we ooit door die ding komen? Hulle het nie so onlangs op het red van my nie. Ek het ook in my testament gemaakt. Hoe laat is het? Een uur. Nog vier uur. Is nog lang. Die Heere is jou bewaarder. Die Heere is jou skaduwee aan jou rechterkant. Die Heere is jou bewaar van elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Dank je, dominee. Pa, dank je. Sal het nie verniet wees nie? Nee. Nee, verniet sal het nie wees nie. Hoeveel is daar? 10? Ja. Daar is 10. Met mijn heiland kan ik ook nou bid. Vader. Als het moeilijk is, laat die drinkbeker bij mij voorbij gaan. Maar met Jezus kon het niet. Zo ik zal het ook moeten drinken. Vader, vergeef hulle, want hulle weet niet wat hulle doen. Nie. Hulle sal my nou kom haal. Dit
Zal u die brieven vat? Natuurlijk, ja. Kan ik iets voor jou doen? Wat kan u voor mij doen, dokter? Ik kan voor jou een verdovingsmiddel geven. Nee, dank je, dokter. Ik heb mijn God. En dat is al wat ik wil. Daar is iets wat u voor mij kan doen. Zorg dat mijn familie mij lijk krijgt. Goed, ik zal kijken wat ik kan doen. Schiet me niet gezicht. Wil je niet bed nemen? O God. Geef mij die moed. Geef mij die kracht. Neem mijn hand en leid mij door die donkere dal. Ik leid mijn dierbares in uw hand. Zorg toch voor hulle. Josef Johannes Vereens kom help vir teregstelling ter uitvoering van die vonnis geveld deur die Veldkruishof op 19 Desember 1914. Ek is gereed. Ek sal hier wag vir jou bid. Nee, vriend. Jy was by my die hele dag. Kom nou saam en sien my af na die huis. Sien nie tot ons mekaar weer ontmoet. Die blind ook nodig, dankie. Jammer, dit is reels. Thank you.
was ons die doodsvallei betree. Laat ons elk aardse vriend alleen. Daar trek ik koel met spoed, met spoed. Hij is nat van Afrikaner bloed. En smart die boodschap wat hij voer. Hij kom uit Afrikaner roer. Hij kom door Afrikaner hart. Slap zacht trouw hart, zo vreed door boer. Want trekkend, trekkend jaar en stond, zal steeds die koel die boodschap sprei. En waar hij tref, heel nooit zij wond. En wat hij tref, dat heilig hij. Thank you.